Beide ploegen tegenover elkaar in de Martinihal. Er bestond twijfel over het meespelen van Mike Vreeswijk. Immers, die brak vorige week zijn neus in de wedstrijd tegen Amsterdam. Maar er werd een speciaal masker voor hem gemaakt, waardoor hij toch kan spelen. Afgelopen week al tegen Utrecht uit en ook gisteren was hij goed van de partij. Rotterdam is een ploeg met een aantal Serviërs in plaats van Amerikanen. Een van is deze 2,11 meter lange Slobodan Kalisjanin, die veel kan schieten van afstand en lekker bezig onder de borden. Dit is Patrick Veit-Herbe, paast op Michel van Houten. Het is eigenlijk voor het eerst in de wedstrijd dat Donar enige afstand nam van de Rotterdammers. Het begin ging wat moeizaam, maar de verdediging zat goed in elkaar bij de Groningers. En op een gegeven moment begon het te lopen in de eerste helft. Prachtige paas van Veit-Herbe op Donnel Thomas. Het verschil loopt naar de 10 punten. Dan die Slobodan Kalisjanin weer. Die forceerde veel. Kan ook veel, maar ging soms te ver. Donar weer met de fast break. Balletje naar Vreeswijk. En hierom wordt hij zo geroemd. Makkelijk zijn tegenstander voorbij. En dat schotje mist hij nooit. Verschil bij rust 10 punten. Dat was al 17 geweest. Af en toe liet Donar ook de teugels weer wat vieren. In de tweede helft kwam Rotterdam zelfs sterk terug. Vooral dankzij Ilko Derks, die u net zag scoren. En het verschil liep terug tot 6 puntjes. Het gebeurt hier. Mooie actie van Sander Kalis, die met een beetje griep op het veld stond. Veel balverlies in die periode bij Donar. Te veel. Daardoor geef je 17 punten zo uit handen. Maar toen was Mike Vreeswijk daar weer. Een aangeven van weer Patrick Veit-Herbe. Goed speelde gisteren. Dan Kalisjanin. Hij forceert weer. Rebound is voor Koen Rauhorst. Die nog steeds een beetje moet wennen. Dan Veit-Herbe. Werd amper verdedigd door Savic. Servische spelverdeler van Rotterdam. Maar hij profiteert er wel goed van. Veit-Herbe. Zou hij nog eens haar laten groeien op zijn hoofd. En dan nog maar eens het bewijs dat Mike Vreeswijk belangrijk is voor de ploeg. Niet alleen als scorer. Hier pakt hij de bal af, houdt hem wonderbaarlijk in. En leidt de fast break in van Donar, die Donnel Thomas, volgens mij was het lopen trouwens, goed afmaakt. En het begint dus allemaal bij Mike Vreeswijk. Pasen, rebounden, beetje verdedigen en scoren. Met masker dus. Verschil is weer boven de 10 punten en de wedstrijd lijkt gelopen. Zeker als die Kalisjanin zijn vijfde fout krijgt hier. Tot frustratie van vele Rotterdammers. Maar het belangrijkste gevaar bij de Rotterdammers is dan uitgeschakeld. Donar had de wedstrijd al een beetje in de zak. En dat is nu definitief. Nog een keer Mike Vreeswijk in actie. Pakt hier weer de stiel. En zo'n paasje is best moeilijk. Hij doet het argeloos. Waardoor Donnel Thomas weer kan scoren. De dank richting Vreeswijk komt van Donnel Thomas. Zitten we in de laatste seconde van de wedstrijd. Wedstrijd al lang gelopen. Koen Rauhorst probeert het zelf, wordt vastgehouden. Scoren telt niet. Tot ergernis van Pinas. Die zich altijd over scheidsrechters kan opwinden. Rauhorst mag dan nog 2 vrije worpen nemen. Die mist hij allebei, want dat kan hij absoluut niet. En dan zijn dit echt de laatste seconden. 86-70 wordt het voor Donar. Dat zichzelf even moeilijk maakte, maar toch vrij eenvoudig won van Rotterdam. En zondag komt landskampioen Den Bosch op bezoek in Groningen. Den Bosch wilde die wedstrijd verplaatsen omdat de ploeg 2...